Als we nou beginnen, is het goed. Ja. Dat kan nog even duren. Nou, dat valt mee. We hebben dit jaar een aantal dingen op het programma staan die dit jaar weer een heel mooi jaar gaan worden. U heeft al gelezen van onze reis naar het zuiden van Limburg. Daar zijn de eerste aanmeldingen van binnen. We hebben weer een enorme leuke thuisblijversdag die we gaan organiseren. En verder hebben we nog wat andere leuke dingen die we op pad zetten. Ik moet even. Want hij wil zo, dit is wat eenvoudiger, dus zie ik u ook allemaal beter. We hebben in 2017 heel veel activiteiten gehad. Ik heb u ook heel vaak gezien allemaal. En dat heeft heel veel nieuwe leden opgeleverd. We zijn vorig jaar een kleine 50 leden zijn erbij gekomen. En als je dat afzet, dat er ook nog wat leden weggegaan zijn. Sommige wat definitiever dan de andere, maar aan elkaar zijn er daardoor denk ik wel bijna 70, 80 leden die nieuw waren. En we hebben een aantal nieuwe sponsors erbij gekregen. Waaronder Albert Heijn die met het eten en de bingo wat extra deed. Daardoor is het voor ons allemaal wat eenvoudiger geworden. Ik zou heel graag beginnen met een applaus voor al onze vrijwilligers. Dat zijn er heel veel. En als we dan toch aan het applaudisseren zijn, een beetje voor uzelf, want u komt elke keer. Dus, nou, we werken met steeds meer partijen samen, dus niet alleen de zorgcorporatie, maar ook de KBO's in de omgeving, andere organisaties. En we hebben natuurlijk een bestuur, dat zich de benen onder de kont van aanlaat. En alles te organiseren. Daarom ook het bestuur van KBO hartelijk bedankt voor alle inzet. Dan moet ik even vragen aan de secretaris, zijn er nog mededelingen? Er zijn op dit moment geen bijzondere mededelingen. Theo Aarsenberg, jij had een mededeling. Wat mag dat nu al? Ja, ik heb een goede verdeling. Superbelangrijk. Mag ik eens voorkomen naar mij? Ja. Krijg je een microfoon even. Bedankt meneer de voorzitter. Ik had gedacht dat ik ingedeeld werd op het einde van de vergadering bij de rondvraag, maar ik vind het wel fijn. Nu is iedereen nog wakker, dus iedereen die gaat weer een paar mededelingen doen die te maken hebben met het Jeu de Boel gebeuren. Zoals jullie weten, we hebben het diverse keren gezien bij alle affiches ofwel bij schrijven bij het KBO. Gaan we ook dit jaar weer van start met een openingstoernooi van het Jeu de Boel gebeuren. En dat was gepland op aanstaande woensdag. Maar zoals jullie ook weten, is het weekend, wordt het heel erg koud. En dan aanstaande woensdag
buiten te gaan zweten voelen. En dan een kou te pakken, daar zit niemand op te wachten. Dus de technische commissie in dit geval, meneer Dekkers en ikzelf, hebben in overleg met het KWO besloten om dat Jeu de Boel toernooi 2 weken naar voren te schuiven. Op de datum, op de agenda dus, hè? Nog verder. Ik ga dat even vertalen naar een datum. Ik geloof dat het dan wordt 4 april 2019. Ja, opletten, 2018 dus, hè? Dat is ook voor degenen die de nieuwkomers erbij. De bedoeling is dat wij gewoon dan weer op 4 april verzamelen weer bij de biezen. En dat zal zijn om 1:15 uiterlijk moet je er zijn. Dus 1:15, 4 april, aanstaande woensdag, over 2 weken dus, verzamelen bij de biezen. Dan gaan we toernooi spelen. Degenen die dus al ingeschreven hadden, we hadden dus al een 6-tal velden helemaal vol. Die dat ingeschreven hadden, krijgen allemaal een mail thuis of ze worden nog eens een keer extra gebeld met het nieuwe programma zoals dat er staat. Het wil niet zeggen dat de opening dan ook pas van start gaat, want ook vanaf aanstaande woensdag, zoals gepland is, kan iedereen gebruik maken van de Jeu de Boel-baan. Dan is hij gewoon weer open en de bar is ook weer bezet. Dus als iemand wil drinken. Dat gaat nou vrij nauw samen met de Jeu de Boel spelen, dan kan dat ook gebeuren. Dit is eigenlijk hetgeen wat ik even door wilde geven. Het is, we kunnen nu al die naam worden zitten, er gaat er veel tijd in zitten. Degene die ik straks zie, die noteer ik alvast als ze het weten. En anders krijg je de mail en dan hebben we daarmee contact. Dus zonder tegenbericht, dan ga ik ervan uit dat ik in ieder geval de mensen hier geschreven heb en die er zijn, dat die er weer zijn. Over ruim 14 dagen. En dan gaan we ook dit jaar weer met een succesvol Jeu de Boel toernooi aan de slag. Meneer de voorzitter, dank u voor deze tijd. En technisch man van de Jeu de Boel, ook hartelijk bedankt. En dan komen we nu aan het stuk waarin onze secretaris ons even meeneemt. Van wat er allemaal in 2017 geweest is, en dat is een heleboel. Ik kan wel beginnen, maar ik zal het volgende lijst hebben. Ja. Er staat op jouw slaaf secretaris Adrie Wijs. Nou, zoals jullie weten en gelezen hebben, is dat ik ongeveer, wat mijn laatste keer is, heb ik toch wel behoorlijk wat gedaan. Het dagelijk bestuur van 2017 is zelf een keer bij elkaar geweest en de reguliere overleg, DB-overleg. Het bestuur is in 2017 ook al een keer bij elkaar geweest zoals de reguliere vergaderingen. We hebben de vergaderingen van de kring Woezijn bijgehoord en daar hebben wij ook een afgevaardigde in, zoals Henk en ik. We hebben de bijeenkomst van de KWO Brabant bijgehoord, dat is regelmatig, dat is misschien wel 3, 4, 5 keer per jaar. En we hebben bij de bijeenkomst van de VBOB, de Vereniging van de Oude Bondenwijk, bijgewoond. Dat is dat eigenlijk een provincie op Pieter Landelijk. En daar zit Henk gewoon behoorlijk wat in. We hebben actief deelgenomen aan de 5 voor 5 75+ de KWO en de Zorg om Zorg. De bedrijven die nu ongeveer zijn, gaat dat heel goed die kant op. De druk is ook prettig gedaan. Dit jaar was het voor de tweede keer. En we vonden dat toch wel een succes tegenover andere jaren. Dus het nam weer toe. We zijn met de auto naar Weiningen gegaan, met eten na afloop. We hebben diverse stoofvlees, die vind ik interessant. Nou, lekker eten, daarna dansen. Altijd druk bezocht, altijd rond de 100. We zijn vorig jaar hadden wij een druk bezochte jaar gehouden. Nu is het toch weer 100 mensen, maar dat vinden wij ook wel heel goed. De zomeractie van de zomeractie ook kunnen vallen. Dus iedereen die bingo meedoet, die kan de kaart kopen voor 5 euro. En dan kan hij naar voren gaan en kan hij daar mee eten. En dat is gemiddeld plus minus 40 mensen na afloop van de bingo. Totaal hadden 180 mensen een geweldige dag. 2017,
Wat het er ook nog? Ringo met maaltijden. Dat nog op staan. Ja. En met de vorige keer het niet eens zonder. Dat was ook goed. Kerstviering met in de Volksdans. Nou, vorig jaar hebben wij daar een grandioze kerstviering gehad. Er was hier zoveel met aanmeldingen dat we niet in deze zaal terechtkomen, dan moesten we in de sportzaal. Start van de Judoboel woensdag met de start is een eindtoernooi. Nou, daar heb je het net Theo allemaal over gehoord. Nou, dat gaat goed. We hopen maar op beter weer, want hij zegt wel, de eerste week is slecht, maar 4 april is goed. Dus hij heeft boven wel gebeld, denkt eraan hoe goed weer hebben. Iedere maandag hebben wij crea-middagen. En de dansschool willen is kunnen, dat doen wij ook al heel lang, dat ziet er de woensdag. Fietsen is er woensdag en dat gaat uit vanuit de kerk. De bingo, dat doen we 11 keer per jaar. Nieuwsbrief krijgen jullie tegenwoordig ook. Lees die alsjeblieft, want daar staat heel veel werk in wat we z'n allen doen. En dat heel belangrijke dingen. Die nieuwsbrief moet je ook goed in de gaten houden. En eigenlijk moet de nieuwsbrief wel een beetje bewaren, want dan kun je altijd nog terugvallen wat wij beloofd hebben, waar we niet nakomen. Ons magazine, die is nou de laatste keer zoals... Daarna zijn wij gaan eten bij... ik moet niet vergissen, in Domherijden. Even de naam kwijt. Wij deden mee met de organisatie van het Vergeten Festival. Dat was ook wel het grootste gedeelte van de voorzitter. Samen met de Putse Belangen hebben wij de bewoners van de Beukenhof 2 keer verwend. Eenmaal met een harrehappie en Beukenhof en eenmaal met een gebakken vismaaltijd. Nou, wij maken er reclame van, maar die visboer die hebben wij ook in de bulletjes gezet vorig jaar. KWU Putten heeft de ondernemersprijs in het leven opgeroepen. Hè? Dus we zijn ook van plan, omdat ieder jaar diegene die veel voor de KWO betekent, en dat bedoel ik sponsoren natuurlijk, en het is niet altijd in geldwaarde te zijn, maar het kan ook andere dingen zijn, dat wij dan een ondernemersprijs altijd uitreiken 1 keer per jaar. Nou, vorig jaar is dat de visboer geweest, de vishandel, en dit jaar gaat het naar Albert Heijn. En nu is het belangrijk, want bij mij is het niet belangrijk, want ik wist dat we nog wel even gedaan hebben, maar nu gaat het een enorm voor de penningmeester. Alsjeblieft. Ik wou eerst een heel verhaal zetten wat ik in die 18 jaar gedaan heb. Dat heel veel mensen die kennen mij daar van begin af aan al. En ik ken daar geen verhaal van. Ik was er mee bezig. Ik denk, ja, moet je dat allemaal opschrijven? En daar zijn mensen bij die ik vergeten, want ik heb heel wat bestuursleden, voorzitters en penningmeesters, secretaris, niemand is altijd gebleven. Dus ik heb in die 18 jaar heb ik daar toch al heel wat voor de KBO betekend. Ik heb er heel veel tijd in gestoken, maar verder, ik heb het prima naar mijn zin gehad. Met iedereen, ongeacht welke naam en toenaam. In ieder geval, jullie zijn in ieder geval bedankt voor die jaren dat jullie toch achter mij stonden. Bedankt. Ja, André, wij gaan jou straks nog bedanken, dat komt nog. Maar hij maait altijd iedereen het gras voor de voeten weg, hè? We hebben nog iemand die ook wat wil vertellen, onze penningmeester. Die heeft alles weer keurig op een rijtje gezet. En dat willen wij u even presenteren. Ja, we hebben geschat 1000 euro. We waren afgelopen jaar ook bijna kwijt. Dus dat zal dit jaar ook weer zo zijn. En dat deed ik met die vrijwilligers. Dat heeft net geen 600 euro gekost. Daarna ziet u het eindsaldo dat het... begin saldo hebben we geschat dat op 2799 euro. Ja, en het eindsaldo dat hopen we een beetje rond 4000 euro te brengen. Dat is de begroting. Zijn er nog vragen over dit onderwerp? Iemand nog vragen over de begroting? Ik denk dat dat is een technisch verhaal. Kan Wim zal u dat straks uitleggen. Over welke vraag ook hoor. Die komt nu. De vraag is hoe kan ik lid worden van de Rabobank, zodat ik ook kan stemmen.
Oh, zijn lid. Maar dan heb je toch een bon gekregen van de Rabobank? Nee. Dan moet u zelf een aanvraag bij de Rabobank doen. Dat u lid wil worden. Ja, maar zo zijn al lid, zeggen ze. Als u lid bent, dan komt die kaart vanzelf. Als u dan nooit gaat, dan moet u zo even met Wim praten. Want dan heeft u misschien alleen een rekening bij de Rabo, maar dan bent u nog geen lid. Dat kan, maar dan moet ik even met Wim over hebben hoe je lid wordt. Ja? Zijn er nog andere vragen? Geen andere vragen? Dan gaan we verder. Dat de perscontrole is geweest. Mag ik de kascommissie naar voren? De kascommissie. Wie weet er nog niet? Oké. Het was heel gezellig bij Wim die middag. Het was heel gezellig bij Wim die middag. En hij heeft het uitstekend gedaan. Niks op aan te merken. Ja, applaus daarvoor. Want we zijn blij daarmee. Maar dan krijg je meteen de volgende. Eén van de twee mag aftreden. Nee, oké. Okay. Agnes die heeft 2 keer dat al gedaan, dus een applaus voor Agnes. En jij mag nog een jaartje langer. En ik zoek er nog iemand bij. Is er iemand die plaats wil nemen in de kastcommissie voor Marit? Oké. Okay. En dan moet je nog een reserve vragen. Marit Hermans. En we zoeken nog een reserve. Ik ga zitten, hè? Kijk. Ja. Ik zoek nog een reserve iemand voor in de kastcommissie. Iemand ik zie Jan Porsman. Oké, we hebben onze reserve ook te pakken. Heb jij verstand van cijfers, Jan? Goed zo. Oké, dat was de verkiezing van de kastcommissie. Voorzitter, u vergeet de penningmeester te dechargeren. Mijn excuses. Wim, je hebt de charge voor je stukken. Dankjewel. Ik zie de handtekening allemaal keurig staan. Ja, hij is dat echt goed. Irma en Agnes hebben. Ja. Zijn we al in orde. Dan gaan we verder naar het volgende onderwerp. Bestuursverkiezing. We beginnen met Adrie Baars. Hij heeft zelf al net al wat verteld. Adrie Baars is vanaf 2001 aan 1 stuk door secretaris geweest. Je kunt dat ook wel zien als handen, staan een beetje krom, zo moest hij schrijven. Het is toch een hele bijzondere periode geweest. Eigenlijk statutair kan dat helemaal niet, maar ja, dat is altijd wel een mouw aangepast. En we hebben nu gemeend dat dit jaar tijd wordt dat Adrie het wat rustiger krijgt. Maar we hebben daarom bedacht dat er toch wat anders moet gaan gebeuren, want we willen Adrie nog niet kwijt. In het huishoudelijk reglement hebben we opgenomen de mogelijkheid van een erebestuurslid van KBO Putten. Nou, wij vonden dat iemand die zo lang zo hard gewerkt heeft voor KBO Putten die titel verdient. Nou, dat heeft hij meteen de rest van zijn leven, dus hij komt nooit meer van zijn bestuurslidmaatschap af. Dat heeft als voordeel dat we, als we rotklusjes hebben, kunnen we het altijd nog aan hem vragen. Om te beginnen blijft hij gewoon in de kring van KBO Woensdrecht. Daar blijft hij penningmeester voorlopig nog het komende jaar. En bij ons zal hij ook voorlopig nog heel actief blijven, omdat er ook nog een nieuwe secretaris ingewerkt moet worden. Ja. Wat moet je allemaal vertellen over zoveel jaren? Ik zou het niet weten. Een heleboel papier. Een heleboel schrijven, een heleboel drukte, maar vooral ook een heleboel inzet van jullie allemaal. En ik denk dat dat op zijn minst een heel groot applaus waard is. Adrie, kun je Annie er even bij halen? Lekker hoor. Ja.
Daar zijn we erg blij mee. Annie, dan gaat Adrie het zo meteen rustiger aan doen. Ben je daar wel op voorbereid? Ja. Ja? Heb je hem vaker thuis? Want kijk, als je maar een altijd secretaris geweest is, ja, dan heb je toch een beetje heel veel alleen geweest. He? En we kennen Adrie, die zit in alle besturen waar je maar kan denken. Dus volgens mij was hij helemaal nooit thuis. Je moet wel een eenzaam leven gehad hebben. En we willen daarom ook jou als eerste bedanken dat je Adrie de ruimte gegeven hebt om altijd voorzitter of secretaris van de KBO te zijn. Daar hebben we een hele mooie bos bloemen voor. En we geven eerst jou ook voordat we Adrie wat gaan geven. Alsjeblieft. En dan Adrie zelf. Adrie, we hebben twee dingen. Dat was een voorstel van Nens, die daar heel druk mee geweest is. Het certificaat ter bekrachtiging van het erebestuurslidmaatschap van KBO Putten voor onbepaalde tijd. Nou, onbepaalde tijd, één stopt het vanzelf. Ja, dat betekent dat hij vanaf 1 januari 2019 geen contributie meer hoeft te betalen. Dat hoort bij een bestuurslidmaatschap. Maar we hebben voor dit jaar alvast afgeschreven, dan hebben we dat vast binnen. Alsjeblieft, Adrie. Ja, dat zie je niet. Maar ik kan het kort bijnemen. Oké, bij het certificaat hoort ook een oorkonde. Oorkonde erebestuurslid, toegekend door het bestuur van KBO Putten als blijk van waardering voor de vele prestaties en verdiensten voor de vereniging in de jaren van 2001 tot 2018. En dan staat er nog onder, Engels konijn. Ja, wie een Adrie beter weet, die weet wat dat betekent. Maar het is een hele mooie oorkonde waarvan ik denk dat die op Adrie's kantoor heel mooi zal staan. Alsjeblieft, Adrie. Dank je wel. Hey, ik wil je in ieder geval bedanken voor al die jaren. En ik hoop nog heel veel van je diensten gebruik te kunnen maken. Ja, er zit een goede sport uit mijn hond gaat, ik vind het wel leuk. Wil jij nog wat zeggen? Nou ja. Ja, ik zit meestal achter de tafel en meestal zit ze vragen en ik zit met de notuleren en dan vergeet ik wat. Dus wat heb ik te zeggen op de 18 jaar? Ik heb met plezier gedaan, met z'n tweeën natuurlijk. Mijn vrouw sukkelt het de laatste jaar wel een beetje, maar eigenlijk zegt ze wel eens, toen ik met pensioen ging, dat was zeg maar 22 jaar geleden, zei ze eindelijk, je bent thuis. Hè? Ik had ook een drukke baan, dikwijls weg, en ben thuis. Maar toen begon het, iedereen wist dat ik thuis was, en toen was dit, toen was dat, en ik kwam daar. En op een zeker moment zegt ze, zou je nou eens niet stoppen, want je bent meer weg, je kunt beter gaan werken. En dat is ook zo. Als je met pensioen bent, je bent nooit klaar. Maar, dat doet je zelf. Ik heb nooit van iemand opdracht, ik heb het allemaal zelf gedaan. En we hebben z'n tweeën, ben ik eens gezegd, wordt nou niet te veel. Maar zoals jullie allemaal weten, ben ik in januari 80 geworden. En dat is nogal wat. En op een zeker moment denk ik, ja, ga ik niet dingen vergeten. En dan moet je zeggen van, nou wordt het wel eens een beetje moeilijk. Maar zolang dat ik nog overal in zit, en ik zit niet alleen in de KBO. Nee, er hebben nog wel andere dingen. Ik zit nog in de lichtstoet en ik zit in de kring. En dan zijn ze bijna op Zoom, in Steenbergen. Dus ik loop nogal wat af. En je mens zegt, die zien er niet aan dat ik 80 ben. Maar ja, het wordt een gedoe, hè. Je wordt het allemaal en je bent gewoon. En dan zeg ik altijd, je moet met z'n allen bezig blijven. Mijn tennis is mijn hobby, doe ik ontzettend graag. Alleen de 6 weken heb ik een beetje bij de beschouwers gehad. Ik was eigenlijk dat ik niet kon tennissen. Maar de rest gaat gewoon door. In ieder geval, bedankt dames en heren voor de prettige samenwerking met de KBO.
in ieder geval, tot ziens. Nou, als allerlaatste hebben we toch nog een cadeautje. Annie, we hebben nog een cadeautje. Kijk, jij had al een bos bloemen, maar Adrie had alleen maar een paar stukjes papier met plastic eromheen voor een mooi lijstje. We hebben gemeend, omdat ook weer Nancy Gelder wist wat jullie heel leuk vinden. En die suggestie hebben we meteen overgenomen. En volgens mij is dat bij Jagersust een IT. Dat had ik begrepen. En we hebben voor jullie samen een heerlijke IT bij Jagersust. Oh, ja? Oké. Okay. Laat me wel, dan krijg ik niks meer. Nee, nee, nee. Want we zijn nu ook een stoelslid kwijt. En er zijn nog twee mensen die aftredend zijn, maar die willen graag nog even door. De eerste is Rinus Bogus. Rinus, ga even staan, dat ze weten wie je bent. Oh, ze kennen je al. Nee, dan is goed. Heeft er iemand bezwaar als Rinus doorgaat als bestuurslid? Niemand bezwaar? Rinus, je zit er weer een poosje aan vast. Een ander die aftredend is, maar ook herkiesbaar, is Betty Pijman. Want oh. Betty staat al. Die doet het al bij voorbaat. Is er iemand die bezwaar heeft tegen Betty Pijman om in het bestuur te blijven? Heb jij bezwaar? Dat sla je gewoon. Oké. Okay. Ik zie instemming, Betty. Je mag ook nog een poosje op de woensdag vergaderen. Dan hebben we twee mensen die nieuw bestuurslid willen worden. De eerste is Pieter van Oosterhout. Ik ga hem zo vragen zijn een beetje voor te stellen. Maar... Ja, geboefte ken je altijd, Mark. Het bestuur gaat volgende week, de eerstvolgende bestuursvergadering, de taken opnieuw verdelen. En we zijn voornemens, als Pieter dat ook wil, om te kijken of hij in de toekomst onze nieuwe penningmeester wil worden. Wim Noordwijk blijft gewoon, maar die gaat dan wat zich meer met activiteiten bezighouden. Dat is de opzet, maar we moeten het nog besluiten. Ja, ik ben Pieter van Oosterhout. Ik stop per 1 augustus als docent aan HAVO, VWO, examenklasse, plus HBO voor bedrijfseconomie en stichtingen en verenigingen. Vorig jaar heb ik een paar voorzetten gedaan om dingen te veranderen hier aan de presentatie. Dat zult u volgend jaar ook wel merken. Maar ik wil toch Wim bedanken voor zijn inzet, wat ik allemaal al heb gezien. En voor zijn... Ja, hij kreeg ook het werk maar op zijn bord geschoten. Dus ik ga het werk van Wim overnemen. En ik hoop jullie net zo goed te kunnen bedienen als Wim dat heeft gedaan. Ja, maar dat weten we ook wel. Dan hebben we Jan Bakker. We hebben wel met Wim afgesproken dat hij nog een poosje over de schouder heen kijkt. Of hij het wel echt goed doet. Een tweede iemand die nieuw is. En die heel graag ons wil versterken. En een hele actieve... Mevrouw Ria Doing, mag ik die ook naar voren? De bedoeling is dat Ria het secretariaatswerk over gaat nemen van Adrie Buijs. Alleen we hebben daar een klein statutair probleempje, want die mogen niet gelijktijdig vervangen worden. Dus we houden Adrie blij, hebben we gevraagd om tot de zomer in ieder geval nog eerste secretaris te blijven. En dan wordt Ria tweede secretaris. Ria moet nog ingewerkt worden in het Lea-web en de andere dingen die noodzakelijk zijn. En dan vanaf na de zomer dan gaat Ria eerste secretaris worden en Adrie tweede secretaris. Zodat we een hele goede overgang krijgen van het secretariaalswerk, want dat is toch een hele kluswerk. Ria, mag ik jou vragen ook even te vertellen wie je bent? Want iedereen kent jou waarschijnlijk ook niet, of wel? Nou, mijn naam is Ria Doying. Mijn naam is Ria Doying. Ik ben 61 jaar, geboren en getogen in de mooie stad Haarlem. Sinds 18 jaar woon ik in Putten. Mijn man, Paul, is voor zijn werk overgeplaatst
naar Brabant en vandaar dat wij van Noord-Holland naar Brabant zijn verhuisd. Ik heb 14 jaar bij Fokker Aircraft gewerkt op Schiphol als secretaresse. Ik ben lid van de vrouwenvereniging Uit en Thuis, waar ik onder andere in de kerstwerkgroep 2017 heb meegeholpen. En ik schrijf ook wel eens iets voor het Maandbladje. Het stukje over de fietstocht vorig jaar in mei was van mijn hand. En ik maak foto's van de interview van Mieke Prins die regelmatig in het plaatsje worden geplaatst. Tevens ben ik lid van de zorgcoöperatie Zorg om Zorg, waar ik een van de flitsvrijwilligers ben. En ik ben 7 jaar lid van de KBO. De reden dat ik mij nu kandidaat gesteld heb voor de functie van secretaris in het KBO-bestuur is dat ik mij thuis voel bij deze seniorenvereniging die mensen bij elkaar brengt. En omdat ik denk dat ik een toegevoegde waarde kan hebben. Ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen aan een KBO waar iedereen lid van zou willen zijn. Ja, bedankt Ria. Ik moet overigens wel vragen of jullie het ermee eens zijn, hè? Is iedereen eens dat Pieter in het bestuur komt? Ja. En is iedereen het ermee eens dat Ria in het bestuur komt? Ja. Mooi zo. Welkom. We hadden een nieuw huishoudelijk reglement gemaakt dat we vorig jaar tijdens de jaarvergaderingen gepresenteerd hadden. Toen was er even onduidelijkheid of dat op de juiste wijze gedaan was. Toen hebben we gezegd, nou dat vinden wij van wel, maar laten we het eerst goed uitzoeken en volgend jaar komt het weer op de agenda. Nou, achteraf bleek dat het toen juist was. Iedereen heeft het kunnen opvragen, dat hebben we meermalig gemeld dat het opvraagbaar was en we hebben daar geen kritiek op gehad. Daarmee kunnen we dus meedelen dat vanaf nu het huishoudelijk reglement volledig in werking is. En nog steeds is het doodgewoon digitaal opvraagbaar als mensen dat willen hebben. Datzelfde. Meneer Velter. Zoals op het scherp staat, is het inderdaad zo dat na discussie vorig jaar nu het mandaat kreeg van de regelgadering om een jaar lang met het concept huishoudelijk reglement te werken. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, oké. Het is maar een bevestiging daarvan. Wat merk ik nu op als ik het concept huishoudelijk reglement 2017 bekijk? Dat bij artikel 15, laatste alinea, lid 8, een tekst staat: het dagelijks bestuur is bevoegd om in het belang van de vereniging en in onderling overleg een uitgave te doen van ten hoogste 1500 euro. Indien de geplande uitgave dit bedrag overschrijdt, dan is de goedkeuring nodig van de meerderheid van het voltallige bestuur tot een bedrag van 5000 euro. Daar hebt u een heel jaar mee gewerkt. Wat zie ik nu als ik de digitale versie opendoe? Dat artikel 15 lid 8 is gewijzigd. En die wijziging die bestaat uit het feit dat u het bedrag van 1500 euro naar beneden hebt gebracht naar 500 euro. Ten eerste wil ik u vragen, wat is daar de reden van? En ten tweede wil ik stellen dat u daarmee het dagelijks bestuur voor een haast onwerkbare situatie stelt. Want als wij kijken naar hetgeen dat er in de begroting staat, dat onder andere de busreizen al voor 6500 euro uitgaven op de begroting staan, dat dus een veelvoud is van die 500 euro, dan moet daarvoor het voltallige bestuur bij elkaar komen voordat u een bestelling of voor een bus kunt plaatsen. Als we kijken naar activiteiten op de begroting, 11.000 euro in totaal uitgaven, dan is dat ongetwijfeld een veelvoud van incidentele bedragen boven de 500 euro. Daarvoor moet het bestuur voltallig bij elkaar komen. Anders volgt u uw eigen huishoudelijk reglement niet meer. Dus mijn vraag is aan de leden: stemt u in met dit laatste concept dat beschikbaar is vanaf 16 maart 2017? Of
gaan we terug naar het huishoudelijk reglementconcept van 2017 en houden we dat bedrag van 1500 euro, wat dus het dagelijks bestuur mag uitgeven in onderling overleg, houden we dat bedrag aan. Mag ik daar als allereerste op antwoorden? We hebben daar uitgebreid over gediscussieerd, over de voors en tegens. Het grote voordeel hiervan is dat iedereen veel meer bij de besluitvorming betrokken is. We komen 11 keer per jaar bij elkaar, dus we komen toch vaak genoeg bij elkaar om dat vast te stellen. Anders wordt het bestuur belemmerd. Eerder betekent het dat het dagelijks bestuur dwingt om met de rest van het bestuur goed overleg te voeren. Daarvoor hebben we ook wat strakker gedaan met de voorbereidingen van allerlei activiteiten die we doen. Die moeten goed op papier zijn, de werkgroepen moeten met goede voorstellen komen, zodat we daar ook adequaat mee kunnen. Alle activiteiten die we doen, zijn dingen die over het algemeen lang van tevoren gepland worden. En daardoor zie ik geen enkel probleem daarin. Het enige keer waar het een keer een probleem zou kunnen ontstaan, is op het moment dat je heel snel iets moet besluiten. Ja, in dat geval, en dat hebben we de overige bestuursleden ook verteld, dan zal er een extra vergadering noodzakelijk zijn. Maar voor de betrokkenheid van het voltallige bestuur is het een hele goede zaak dat we gewoon ook via het huishoudelijke reglement min of meer gedwongen zijn om elkaar goed te informeren, goed samen te werken. En ik denk dat dat geen slechte zaak is. Dus ik hoop dat u gewoon kunt instemmen met deze wijziging. En moeten we daar eens een stemming over houden of zeggen wij... Ik heb de mening van de mensen gevraagd. No. Ja, daarom zeg ik. Dus als iemand daarop naar reageert... Wil iemand daar verder nog op reageren op deze wijziging? Nee. Oké, dan hebben we die instemming voor die wijziging. Kijk, hier staat het dan ook. En we hebben een tweede wijziging gemaakt, voor de goede lezer. En dat is omdat we steeds meer activiteiten doen. En omdat we steeds meer in kleinere werkgroepjes doen, hebben we gezegd van die werkgroepen moeten met een goed plan komen, financieel onderbouwd, alvorens het naar het bestuur gaat. We moeten niet in het bestuur zitten, de hakketakken is nou een kwartje meer of een kwartje minder. En als je het op die manier doet, denken wij dat het voor iedereen een hele snelle en goede manier is. En dan weten we wat komt goed is. En wat, hè, zodat we daar een hele goede besluit over kunnen nemen. Dus je moet die twee ook een beetje in een combinatie met elkaar zien. De rondvraag. Zijn er nog andere vragen die ik of de secretaris en de penningmeester zou kunnen beantwoorden? Geen vragen. Dan heb ik nog maar één vraag, nadat ik de vergadering gesloten heb. En dat is, wil Ron van Hoven in actie komen? En zo meer als ik het heb.
Baby, dance.
En een applaus voor mezelf.